muziek tegenwoordig wordt eigenlijk alleen maar voornamelijk gemaakt op een computer. En ik wil dat ook mijn leerlingen meegeven, de tools om daar ook zelf mee aan de slag te kunnen. Ik ben zelf professioneel muzikant ook en ik gebruik Ableton eigenlijk in mijn muzikantschap alleen maar, uitsluitend. Dus van daaruit ben ik eigenlijk al best wel bekend met Ableton. Dus ja, dat is een mooie link om te maken zo naar de klaslokaal. Het is gewoon bijna één groot stuk speelgoed wat je voor je ziet. Vooral met de push er ook bij, met al die kleurtjes. Ziet er al meteen uitnodigend uit van, oh wauw, ik wil erop drukken, ik wil ermee spelen. En dat effect, dat is gewoon zo fijn, want daar heb je al een hele goede instap meteen mee om met muziek te gaan werken. Als je zeg maar een programma uitlegt, heel veel van die jonge gasten zeg maar, die zeggen gewend aan hun eigen programma. En de ene werkt met zo'n programma, de andere zo eentje. Dus je moet altijd even wennen van, oké, nou moet ik even in een ander programma mijn ding laten zien. Maar langzamerhand, zeg maar verder gaande, worden ze helemaal zeg maar, blij van het programma, omdat ik er heel veel mee kan. Dus dat is heel leuk om te zien. Ik geef heel vaak Ableton les aan klassen. Sommigen die vinden het gewoon hartstikke leuk om lekker aan te prutsen en met muziek bezig te zijn. En anderen die willen eigenlijk dat ze op play drukken en dat er al een hit staat. En anders dan is het niet cool genoeg, weet je wel. Die moet je echt veel meer over de streep trekken om ja, in je les te betrekken. Terwijl dat soort kinderen met interesse, die zet je gewoon neer en die gaan zelf wel, weet je. Dus, ja. Ik kan me voorstellen dat in het begin dat het een heel overwhelming proces lijkt. Want het programma, het kan zo ontzettend diep gaan, maar dat maakt juist Ableton ook heel mooi. Maar als je al een beetje weet waar wat standaard dingen zitten, dan kom je al heel snel uit de voeten. En dan kunnen leerlingen ongetwijfeld er zo mee aan de slag. Ik zou andere leraren het zeker ook aanraden. Ook voor jezelf, om voor jezelf een soort van bijna een avontuur, als een avontuur er gewoon lekker in te stappen en ermee te spelen. Dat is het eerste uitgangspunt. Dan leer je er veel meer over. Het is ook heel gemakkelijk, gebruiksvriendelijk. En je kan het combineren met je andere kwaliteiten als docent zijnde. Dus ik zou het echt wel iedereen aanraden, ja. Ik gebruik het zelf in mijn eigen werkzaamheden. Dus ik zit er best wel veel achter. En als je dat al doet, zeg maar, dan is het veel makkelijker om uit te leggen, sowieso. En als je dat niet doet, dan is het gewoon handig om gewoon wel in te duiken. Kijken wat de mogelijkheden zijn. Want hoe meer je weet, hoe meer je kan uitleggen, hoe leuker het ook wordt. Dus dat zou ik wel een elke docent aanraden. Dus even de diepte ingaan en dan heb je het zo onder de knie.